Zwaar verkeersongeval bij Berg aan Dal. Eén persoon komt om het leven en een ander raakt invalide. Wat we weten van de foto's is dat de grijze auto hier is beland en de zwarte auto daar bij die bomen in de berm. En verder vandaag in het nieuws. Burgemeester Hoijten Graubos maakt excuses aan de Molukse gemeenschap. En Nieuw-Rijnstaten ziekenhuis in Elst is geopend. Zondagavond heeft er een zwaar ongeluk plaatsgevonden in Berg en Dal. Het gebeurde op het kruispunt van de Posweg en de Meerwijkse Laan. Er zijn 5 mensen bij betrokken. De eerste melding kwam ongeveer om 7:10 in de avond binnen. De politie, brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen snel ter plekke voor hulpverlening. Alle gewonden werden meteen naar het ziekenhuis gebracht. 1 persoon was daarbij bewusteloos, laat de politie ter plaatse weten. Afgelopen zondagavond heeft hier achterbij een ongeval plaatsgevonden tussen 2 voertuigen. Wat er precies gebeurd is nog niet bekend. Wel weten we dat er inmiddels 1 persoon overleden is en de rest zwaar gewond is geraakt. In de omgeving van het ongeluk liggen brokstukken van de betrokken voertuigen. Ook loopt het onderzoek nog dat uitgevoerd wordt door de politie. Wat we weten van de foto's is dat de grijze auto hier is beland en de zwarte auto daar bij die bomen in de berm. Nou, naar ons vermoeden is de grijze auto van die kant afgekomen vanaf de Meerwijkse Laan en de zwarte auto van de Posweg. En hebben ze elkaar zo geraakt dat de zwarte auto daar in die berm is beland en die grijze auto hier. Inmiddels is bekend geworden dat er een man van 19 jaar uit Nijmegen is overleden. Van de andere 4 personen is hun toestand nog niet bekend. Wel weten we dat het gaat om 2 vrouwen uit Beek, 1 van 54 en 1 van 16. En 2 mannen uit Nijmegen, 1 van 19 en 1 van 18. Het is een historische stap naar erkenning en eerherstel. Aan soldaten die jarenlang hun leven hebben gewijd aan de verdediging van Nederlands-Indië, werd donderdagavond in Elst een eer bewezen. De hechte Molukse gemeenschap in Overbetuwe kwam hiervoor bij elkaar voor deze ceremonie. Burgemeester Patricia Hoijten Graubos maakte excuses en gaf erkenning aan de eerste generatie Molukkers. Op 22 juni vond er een herdenkingsceremonie plaats in Elst waar Molukse knilmilitairen erkenning kregen voor hun leed. De avond begon met een kerkdienst waarin werd gebeden en als eerbetoon volgde er een stille tocht naar de rustplaats van deze eerste generatie Molukkers. Ooit hoop ik dat mijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, voet mogen zetten op een vrije, onafhankelijke Molukken. In de tijd, onze ouders hebben vroeger in het Nederlands-Indië in een kniel gevochten voor Nederland. En eigenlijk hebben ze bij aankomst in Nederland, zijn ze direct ontslagen. En tot op de dag dat ze allemaal kwamen te overlijden, is er nooit een vergoeding geweest. Dus de gemeente Overbetuwe, een van de gemeentes, die zijn er meerdere voorgaan. Die hebben dus vanaf 1 januari 2021 de graven van de knielmilitairen en de echtgenoten vrijgegeven. Dus daarom zijn we vandaag hier bijeen om daarbij stil te staan. Dus ja, voor ons als nazaten is het natuurlijk wel een stukje erkenning. Maar we hadden liever gezien dat onze ouders dat hebben mee kunnen maken. Dank u wel voor uw loyaliteit, uw inzet en voor de manier waarop u ook hier in Nederland de schouders eronder heeft gezet. Dank u wel. Het onrecht wat is aangedaan als je naar de geschiedenis kijkt. En ik vind dat echt persoonlijk ook, nou, zo ervaar ik dat ook. En ook daarmee de boodschap naar Den Haag dat ik werkelijk niet begrijp dat daar nog geen formeel statement vanuit Den Haag over gekomen is. Want ik doe dat als burgemeester en ik vind het van belang. En een aantal van mijn collega's doen het in het land misschien ook wel. Maar dit hoort ook van de Nederlandse staat te komen. En, het emotioneert u, zie ik ook. Wat maakt dat het u zo emotioneert? Nou, misschien omdat ik per definitie niet zo goed tegen onrechtvaardigheid kan. En dit is wel een hoge onrechtvaardigheidsgehalte over. Je vecht voor een land en dan kom je hier. En dan wordt dat zo'n soort van ontkend en word je weggestopt. Want dat is feitelijk wat er gebeurd is. En dan moet je je daar ook nog voor bewijzen. Ja, dat is, en daar is nog steeds geen erkenning voor gekomen. Dus dat gevoel van onrechtvaardigheid, daar kan ik me wel in herkennen.
Ik denk dat dit voor heel veel mensen toch iets positiefs heeft gebracht. En dat ze daarom, ondanks het slechte weer, dat ze allemaal aanwezig zijn. En dat ze ook mee hebben gelopen naar de begraafplaats om daar 1 minuut stil te staan en kaars aan te steken bij de graven. Dus ja, dat, voor iedereen heeft dat wel een emotionele waarde inderdaad, ja. Ja. Schreeuwen, drugsdealen en prostitutie. Er gebeurde veel in de afgelopen jaren rondom het Joris Iversplein. Vooral vorig jaar zomer liep het de spuigaten uit. In het coalitieakkoord van de gemeente is uiteindelijk 3 ton beschikbaar gesteld om plekken als het Joris Iversplein beter in de gaten te houden. En met succes. Het aantal overlastmeldingen is in 1 jaar gedaald. Met 60 in maart vorig jaar naar 34 in maart van dit jaar. Volgende week maandag opent er in Druten een nieuw kinderdagverblijf. Het verblijf van instelling Kion is gevestigd in cultureel centrum De Bogert, het culturele hart van Druten. Hier zitten onder meer de bibliotheek, theater en een lunchcafé. Het kinderdagverblijf zal eveneens de naam Bogert gaan dragen. Ja, de gemeente Nijmegen gaat de fietsenrekken in de binnenstad weer verwijderen in aanloop naar de Vierdaagse feesten. Middels borden worden fietsenbezitters gewaarschuwd om hun voertuig voor 10 juli aanstaande weg te halen en na deze datum geen fietsen meer te plaatsen. Fietsers kunnen uiteraard nog wel terecht in de stallingen onder het plein 44 en aan de Bisschop Hamerstraat. Ja, en ziekenhuis Rijnstaten heeft in Els een hypermoderne nieuwe locatie. Maandagochtend om 7:15 is er met een klap op de gong het nieuwe ziekenhuis geopend en konden de eerste patiënten naar binnen. En hiermee openen we het gebouw. In Rijnstaten Els kunnen patiënten terecht voor onderzoeken en voor planbare zorg waarvoor geen opname nodig is. Het ziekenhuis ligt naast het station. Het is volgens Rijnstaten het enige energie-neutrale ziekenhuis in Europa. Ja, prachtig. Ik heb het al wel eerder bekeken, want ik woon hier in de buurt. Dus ik ben regelmatig lang gefietst. Ik heb bijgehouden wat er allemaal over gezegd werd. Dus ik was wel op de hoogte van hoe mooi dat zou gaan worden. Maar ik kies nu eens een keer van binnen. Ja, voor mij is het heel gunstig, want ik zei u al, ik woon hier 5 minuten vandaan. Dus ik kan lopend hier naar het ziekenhuis. Dat is wat anders dan toen naar Rijnstaten, dus in Arnhem-Noord. Nou, het is eventjes iets anders dan in de andere ziekenhuis, maar het is op zich verder prima. Alles komt er netjes uit als je maar de juiste knopjes indrukt. Maar niet voor iedereen is het even makkelijk om in te checken. Voor de mensen die er moeite mee hebben, zijn er vrijwilligers om te helpen. Maar niet hier. Hier moet u of een identiteitskaart, rijbewijs of een paspoort. En als u thuis aanmeldt, krijgt u een QR-code. Die kunt u ook gebruiken en die kunt u in 1 keer inscannen. Oh ja. Dat is nog makkelijker, maar we gaan het nu even zo doen. Hier is het inchecken anders, omdat op de andere locaties gaan mensen inchecken met de Rijnstatenkaart. En dat lukt hier niet meer. Dus nu moeten ze met hun identiteitsbewijs inchecken. En dat is voor sommige mensen toch nog best lastig, zoals je hierachter ziet. En het wordt enorm op prijs gesteld dat wij ze daarbij helpen. Ik kom eigenlijk uit de transportwereld. Daar ben ik 2 jaar geleden na een reorganisatie moest ik het bedrijf verlaten. En ik wilde toch een positieve bijdrage nog steeds leveren aan de maatschappij. En er leek de zorg mij de juiste plek voor. En ik vind het gewoon leuk om mensen te helpen. Dus mensen komen hier, hebben vaak moeite met het inchecken. Dan leg ik ze uit hoe dat precies werkt. Ik begeleid de mensen naar afdelingen toe. En ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. Ik werk graag met mensen. Rijnstaten en Elst vervangt de locatie van het ziekenhuis in Velp en Arnhem-Zuid. Er is zo'n 2 jaar aan gebouwd. Het gaat daarmee ook in oppervlakte terug van 26.000 naar 12.500 vierkante meter. Omdat de zorg efficiënter en vaak digitaler wordt geboden. De matige wind die vandaag door de regio blies, bracht aardig wat frisse lucht met zich mee. Uiteindelijk werd het vandaag nog zo'n 24 graden, maar toch is dat een heel verschil met de afgelopen dagen. Morgen wordt het opnieuw zo'n 23 tot 24 graden. Het is fel bewolkt en af en toe laat de zon zich toch nog wel even zien, maar er kan ook een buitje vallen. De dagen erna blijft het licht wisselvallig. De kans op een bui hier en daar die blijft bestaan en er staat een matige wind. Wel komt er weer iets warmere lucht de regio in, maar de temperatuur blijft wel zo schommelen rond de 24 graden.
Ja, en tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. Alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. En nu op RN7 kun je kijken naar een nieuwe aflevering van De Streek In. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Tot dan!